van Emmen ten opzichte van een week geleden ontbreekt vandaag eigenlijk vooral de spits. Zivkovic geschorst, Hoesen kan een half uurtje meedoen. En al die andere spitsen die Lukien tot zijn beschikking heeft, zijn geblesseerd. De een wat zwaarder dan de ander. En dus vandaag de optie Mark Diemers. En ook een Bucciari start in het elftal. Scheidsrechter dus Sander van Rijk. Vanuit Zeist assistentie van Robin Henschens. De band om de arm bij Araujo, omdat Veldmaten nog altijd niet fit is. Kan dus niet in actie komen tegen zijn oude club. Zoveel afwezigen bij Emmen. Die zouden er een elftal mee kunnen vormen. Bij Sparta eigenlijk geen verrassingen. Ja, Awazar is geschorst en de Guzman niet fit. Maar dan weet je eigenlijk ook wel wie die posities gaan overnemen. Van Mullum en Eerthuizen. Het is eigenlijk allemaal zo klaar als een klontje bij Maurice Stijn. Ook dat Koki Saito start. Dat Van Krooi, die op scherp staat, er uiteraard bij is. Aan voor Sparta. Het is niet Veldmaten, Laurits, excuus, Verschuren. Saito en dat schot nog maar ternauwernood door Te Wierik. Had ook een stuk slechter kunnen aflopen voor Te Wierik. Kitolano die mag toch vrij koppen, doet dat in de handen bij Van der Hart. Daar is Sam Stijn. Jess Cup speelt pas morgenavond om 8 uur met Twente. Kan dus mooi even kijken bij zijn vader. Verschuren. Volgende kans in de maak. Ach, wat een pegel zeg van Van Krooi. Die bal stuitert zo lekker. Dan kan je er goed onder komen met je voet. En dat doet Van Krooi. En de vingertoppen van Van der Hart. Uiterst kalm. Veendorp, Bucciari. Diemers. Ging Romani eventjes aangeraakt. Daar komt hij weer, Dirksen. Voor de goal, Antonissen. Maar die voetzoeker van Dirksen vindt geen voet. Zo blijft het. Een leuk open duel tussen Emma en Sparta. Mooi eerbetoon aan de voorzitter Ronald Lubbers. Minuut 12. Hij heeft een stapje terug gedaan vanwege gezondheidsperikelen. Fans weten hoe belangrijk Ronald Lubbers is voor de club. Antonissen. Altijd Antonissen en dat schot zoeft over de goal van Olij. Het maken van doelpunten, daar heeft Antonissen nog wel wat moeite mee. De man die is opgeroepen voor de nationale ploeg van Curaçao. Saito. Dubbele dekking voor de Japaner, dat deert hem niet. Saito, wat een knappe goal zeg! Koki Saito. Ja, als er iemand tussen een TL-balk in een salto kan maken, dan is hij dat. Wurmt zich daar knap tussen twee spelers door. Echt een goed doelpunt hoor.
Een muisje kan er tussendoor en Kokkie Saito dus. Heerlijk. Van Krooi, nummer 1, 2 en 3 in de pickorde bij dit soort situaties. Draait er nu weer aardig in en wat staat Verschuren er vrij en dan wordt het geen 2-0. En dat is toch wel opmerkelijk. Dat zowel Verschuren als daarna in de herkansing een ploegenoot van hem die ballen niet in krijgen. Antonissen. Vlak. Romani. Glipt er langs bij Pinto. Romani. Ja, die probeert het maar. Is ook wel lekker op dreef qua doelpunten maken. Maakte er 2 tegen Excelsior vorige week. Lauritsen draait open, want daar staat Van Krooi aan de linkerkant vrij. Zo golft het aan het begin van de tweede helft wel weer redelijk op en neer. Is daar Van Krooi richting Verschuren en die treft nu de lat. De volgende kopkans voor Arno Verschuren. Heerlijke bal van Van Krooi. Dicht bij zijn 6e kopbal van dit seizoen. Handig balletje van Almessoudi, Bouchouari. Kan Emma een keer weer tot een kans komen? Jazeker, maar het is wel een ingewikkelde kans. Want het moet allemaal achter het standbeen en dergelijke. In het eerste kwartier kwam Emme echt nog wel tot een aantal aardige doelpogingen. En dan heeft Sparta behoorlijk orde op zaken gesteld. Romani. Die heeft wel de kwaliteit om van niets iets te maken. Vlak wordt gesommeerd te schieten. Doe dat ook. Lastige stuit. Olijn neemt geen risico. Daar is weer een keer een kans voor Emme die er echt toe doet. Direct hoorbaar in het stadion, het publiek veert weer wat op. Vlak. Romani, Almessoudi. Daar komt Emme weer. Almessoudi. Niemand die er tegenaan loopt. Dat zijn toch gevaarlijke ballen, zoals hij die voor het doel brengt. Dirksen. Elmessoudi nu maar als spits. Daar duikt hij dus op en de kop die bijna raakt. Het is een vacature vandaag in het elftal van Emmen. Wie is de nummer 9 bij iedere aanval? Een ander. Maar Olij staat goed op zijn post. Van Krooi. Schuren, binnendoor, Sambo, Lauritsen, Lauritsen. Heeft nog weinig kans gekregen vandaag om te schieten, dus probeert hij het maar. Ook al ligt die bal niet voor zijn favoriete been. Sambo. Hier Sambo, maar dan is die bal denk ik over de achterlijn geweest. Pakt Kitolano geel voor tijdrekken. Het is de eerste kaart van de wedstrijd. Hij kan hem hebben. Alleen Van Krooi staat dus op scherp. Voor de Stadsderby tegen Feyenoord na de interlandbreak op het kasteel. Veendorp en Vlak. Passen bij Emmen. Geel voor de trainer. Die zal dan wel iets hebben geroepen of een gebaar gemaakt. Pinto. Van Krooi.
Nistelrooy met een flinke sprint. Het gaat eerst naar Lauritsen. Van Krooi. Dat is een handig eitje, zegt Van Krooi. Van Krooi, 2-0, Sparta. Prachtige individuele actie, andermaal. Met een Spartaanse treffer tot gevolg. Dat kan hij dus ook. Geroemd om zijn trap, om zijn fijne voorzet, om zijn doeltreffendheid. Hier met een echte straataktie zet hij Dirksen te kijken. En langs Van der Hart. En 2-0 voor Sparta. Het collectief van Sparta wordt dit seizoen geroemd. Maar twee individuele bevliegingen. Saito voor rust en Van Krooi kort voor tijd maken het verschil tegen Emmen. 0-2. Twee prachtige acties. En zorgvuldig afgerond. Dat maakt dit een vervelende avond voor Lukien. En een fijne avond voor Sparta.